Bejaarden in Honselersdijk zijn overlast spuugzat. De vakantieuittocht staat voor de deur. En een schoolmusical in de Koninklijke Schouwburg. Het is dinsdag 3 juli, dit is het TV West Nieuws. Dag dames en heren. Onrust in wooncomplex De Hunselaar in Honselersdijk. Naar het complex waar met name ouderen wonen is de politie de afgelopen twee weekenden uitgerukt om een 48-jarige Hagenaar te arresteren. De angst onder de bejaarde bewoners is erg groot. Verslaggever Tessa Hoogvliet, jij was vandaag in het complex. Wat is nou eigenlijk precies aan de hand daar? Nou, ik heb met heel veel buurtbewoners daar gesproken, mensen die in het complex wonen. In het kort is er eigenlijk één probleemadres wat er uitspringt. En daar is een aanloop van mensen. Er is afgelopen twee weekenden is daar eenzelfde man aangehouden, een Hagenees. En dat adres zorgt eigenlijk voor de meeste overlast. Het probleem is alleen, niemand durft voor ons voor de camera te vertellen wat het probleem is. Ja, maar dat geeft die angst ook wel aan. Maar wat is er dan precies aan de hand? Ja, er wordt gezegd door buurtbewoners, er wordt af en aan gereden door mensen. Er worden ruiten ingegooid, er wordt met vla en eieren gegooid naar de ruiten van die woning. De politie is ook al twee keer op dat adres geweest. En als je nagaat dat er met name oudere mensen wonen, ja, die schrikken toch wel van dat soort gebeurtenissen dicht bij huis, bij hen om de hoek. Ja, ze zijn bang. Ze zijn heel bang. Ja. En ze zijn met name bang als ze met ons gaan praten dat er represailles komen, dat ze herkend worden. En dat mensen vervolgens bij hen te raden gaan voor waarom ga je naar de media. Ja, nou, nu willen ze zelf niet praten uit angst, maar ze hebben jou alle verhalen wel verteld. Wat zeggen de bewoners dan over de bezoekers van de overlastgevende adressen? Ja, ze zeggen over het algemeen dat het om Poolse bezoekers gaan. Die komen af en aan, blikken bier nemen ze mee, zorgen voor veel overlast. Midden in de nacht wordt er bij bejaarde mensen aangebeld, 2 uur 's nachts, 3:30 's nachts. Zij zijn het eigenlijk gewoon zat. Ja. En nu hebben de mensen actie ondernomen inmiddels? Ja, ze hebben een handtekeningenactie gedaan. Dat hebben de meeste bewoners ook getekend. Die handtekeningen zijn naar Vestia verstuurd. En dat is puur om aan te geven dat ze gewoon bang zijn. Dat ze willen dat er een oplossing komt voor de problemen daar. Ja, en hoe is het nu met die man die opgepakt is? Ja, daar besliste de rechtercommissaris vandaag over of hij nog langer in de gevangenis mag blijven. Goed, ik kan me zomaar voorstellen dat er nog veel meer nieuws uit dat complex in Honselersdijk komt. Ja. En dat hoort u dan uiteraard. En ziet u hier bij Omroep West. Dankjewel. Zoetermeer is tegen de verkoop van 2800 sociale huurwoningen door Vestia. Twee weken geleden kregen 500 huurders in Rokkeveen als eerste een aanbod van de noodlijdende woningcorporatie om hun huurhuis te kopen. In de komende periode zullen 2300 andere huurders in Zoetermeer ook worden benaderd. Vestia hoopt op die manier de financiële problemen op te lossen. Volgens wethouder Edo Haan is dat slecht voor het woonbeleid en voor huidige huiseigenaren van wie het huis in waarde zal dalen. Hij pleit dan ook voor een heel andere oplossing. Vestia, hou hier nou gewoon mee op. Ga samen met de gemeente en het departement zoeken naar goede oplossingen waarbij de sociale huurwoningen in bezit komen van andere woningbouwcorporaties. Eind deze week begint de zomervakantie voor de meeste mensen in Zuid-Holland. En om niet voor vervelende verrassingen komen te staan, treffen veel vakantiegangers deze week de laatste voorbereidingen voor hun reis naar het buitenland. Ze doen het elk jaar weer goed. Veiligheidsvesten, een verbanddoos en niet te vergeten de gevarendriehoek. De gevarendriehoek is eigenlijk bijna overal in Europa nu verplicht. De veiligheidsvestjes in gebruik of in bezit. Bijvoorbeeld in Frankrijk hebben ze nodig. Of in Luxemburg en in Portugal. Maar ook de verbanddoos in Duitsland en in Slovenië, in Oostenrijk. En dan heb je ook nog de brandblusser in Griekenland en in Polen. Meest gewild is toch wel de in Frankrijk verplichte alcoholtest. Ze zijn bijna niet aan te slepen. Ja, de rest heb ik allemaal al. Ik moet alleen volgens mij nog wat halen. Voor Frankrijk hebben we wat nodig, geloof ik. Alcoholtest? Die heb ik nodig, inderdaad. Dus die ga ik nog kijken of ze die hebben, want die hadden ze vorige week niet. Dus. Ik heb hem nog niet gevonden, dus ik probeer het zodra ik over de grens ben in Frankrijk te krijgen. Ik heb gehoord dat je dat in de apotheek kunt krijgen. Maar... Volgens mij hebben ze hem hier. Heeft u ze van fantastisch, daar wil ik er graag 2. Of 4. Maar behalve de verplichte voorraden moet er natuurlijk ook geshopt worden voor het kampeergemak. Alles moet weer lichtgewicht, compact en klein zijn. Het leukste is op het moment dat je heel veel tipi-tenten ziet. En dat men ook inderdaad naar een tipi kijkt, omdat het super compact, super klein is. 3 kilo, 4 personen en een binnentent. Nou, wat wil je nog meer? Nou, een lekker hapje eten voor de lichtgewicht tent zou geen overbodige luxe zijn. Nou ben ik eigenlijk op zoek naar een pan die zelf kookt, maar dat bestaat zeker niet, hè?
Nee, dan moet je gewoon samen op vakantie gaan en het je wederhelft laten doen. Maar er zijn wel pannen die je tegenwoordig makkelijk mee kan nemen. Licht gewicht, een stevige bodem. Dat je niet gelijk alles aangebakken hebt? Niet alles aangebakken, dat het ook op temperatuur komt. En moet je eens kijken, die greep. Hoe makkelijk dat wegvouwt. Oké, we kunnen koken. Nu nog iets om op te zitten. En we zijn klaar om te gaan. Kijk, en als je dan een dag lang gewandeld hebt, gefietst hebt of op de motor hebt gezeten, is dit bijkomen. Met natuurlijk een wijntje en een barbecue. Nou, daar krijg je toch zin in de vakantie. Straks in het TV West Nieuws, een musical van een basisschool op misschien wel het mooiste podium van Nederland. PostNL beschermt het briefgeheim niet genoeg. Het bedrijf moet de veiligheid van de post op steunpunten en depots verbeteren. Dat zegt telecomwaakhond Opta. Het gaat om locaties voor de opslag van post voordat die stukken door bezorgers worden verspreid. Tijdens het onderzoek ontdekte Opta bijvoorbeeld onafgesloten depots, wat PostNL mensenwerk noemt de Opta onregelmatigheden. De toezichthouder heeft aangekondigd meer onderzoek te gaan doen naar PostNL. Brandweer Hagelanden steekt met kop en schouders uit boven andere brandweerkorpsen als het gaat om het halen van de wettelijk afgesproken aanrijtijden. Het korps was vorig jaar in 86% van de gevallen binnen 8 minuten ter plaatse. Landelijk werd in 67% de aanrijtijd gehaald. Volgens de brandweer komt het goede resultaat doordat Hagelanden een relatief compacte regio is. Een primeur voor basisschool Het Palet uit de Haagse Schilderswijk. Als eerste school mogen ze de eindmusical van groep 8 opvoeren in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. En dus is het toneel vandaag eens niet gereserveerd voor grote producties als De Midsomernachtsdroom of Don Giovanni, maar voor de griezelmusical Spooky. Spoken, daar draait het om in de schoolmusical van Het Palet. Nou, jij ziet er wel heel erg spooky uit. Ja, want ik speel een spook. Je speelt een spook, want ja. Daar gaat het stuk ook over, toch? Het gaat over spoken? Ja, het gaat over spoken en het heet Spooky. Over een gezin die verdwaalt en dan terecht komt in een spookhotel. Maar op het einde komen ze erachter dat het allemaal nep was en zo. Je hebt het eind al verklapt. Oh. Hoewel het stuk nog niet begonnen is, gieren de zenuwen al door de keeltjes van de jonge acteurs en actrices. Ik weet niet zelf of ik het helemaal perfect ga doen. Want soms stotter ik ook. Dus ik ben heel zenuwachtig. Ja, heel zenuwachtig. Ze zal maar mogen optreden in de Koninklijke Schouwburg. Een unicum waar de Schouwburg nu heel bewust voor kiest. We willen heel graag kinderen, en met name kinderen uit buurten waarvan wij denken dat ze nooit in aanraking komen met theater of met de Schouwburg, die willen we hier graag over de vloer halen om gewoon ze te laten ervaren dat het bijzonder is, dat het gebouw bijzonder is, maar dat het gebouw er ook voor hun is en dat ze daar hun eigen voorstelling neer kunnen zetten. En bij zo'n voorstelling hoort natuurlijk ook grimeren. Hoe is het nou om als man onder de make-up gesmeerd te worden? Nou, het voelt wel een beetje raar, maar het is wel oké. Nou, jij als meisje vindt het vast niet erg, al dat gefrut aan je gezicht. Nee. Hé, hey, wat is er nou zo leuk aan die musical? Nou, dat we in de Koninklijke Schouwburg mogen voeren. En dat is nou heel erg leuk. Dames en heren, lieve kinderen van basisschool Het Palet. Graag iedereen naar het toneel toe. En toi, toi, toi. Wie had dat gedacht? Die tante aangaat. Je hebt geen idee dat ze bestaat. Dan bel de notaris en krijg je een kans. Je hebt van naar een huis in de Provence. Dan gaan we naar het weer. Huub Mizee. Ja, zomerse temperaturen vandaag, maar toch een beetje weinig zon. Ja, vanochtend was nog een beetje zon, dat wel. Maar vanmiddag overheerste toch wel weer de bewolking. Maar het was aangenaam. 22, 23 graden inderdaad. En die temperaturen blijven dat voorlopig ook. Of ze worden zelfs nog wat hoger. Goed, vanavond en vannacht hebben we ook die wolkenvelden. Nou, misschien dat er toch nog een enkel buitje valt. Dat zou plaatselijk moeten zijn. Voor de rest een vrij zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting vanavond en vannacht. En het is nog aangenaam vanavond rond de 20 en later vannacht 15 of 16 graden. Morgen, dan krijgen we de zon nog wel te zien. Maar dan kan er later op de dag, in de middag of avond, wel een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Die kans is wat groter dan vandaag. Morgen een zwakke tot matige zuidoostenwind en dan temperaturen plaatselijk tot 25 graden. Dat is mooi, dankjewel Huub. Tot zover het nieuws van TV West. Meer is te vinden op onze website omroepwest.nl. En ga daar naartoe, daar is er namelijk ook onze app te downloaden. En straks is er weer een aflevering van Op Mijn Stoep. U weet het wel, dat programma waarin ouderen en jongeren elkaar treffen in de buurt waar de jongeren nu woont. En de ouderen vroeger, dat zijn mooie ontmoetingen.
Wij zijn er morgenochtend weer vanaf 7 uur met het nieuws op TV West. Op de radio is Michiel Steenwinkel er al een uurtje eerder om 6 uur met Morgen Michiel. Ik wens u een mooie avond.